Vrouwen zien niet iemand die de Nobelprijs krijgt. Vrouwen zien iemand die, ja, die spieren heeft en die beweegt als een topaap. Het Verlossum, kunt u mij horen? En de podcast van Maarten van Rossum, die ben ik heel veel geluisterd. Ja, het was heel nuttig om daar naar te luisteren, want het is vrijwel allemaal even verstandig wat ik daar te melden heb. Ja, vrijwel. Dan word je ook niet onderbroken, dat is ook... Nou, dat is wel een heel belangrijk... Ja, dat dacht ik al. Chronoloog. Af en toe de neiging om mij toch te opbrengen. Nou, terug naar de Maas. Je was aan het vertellen over het voetbal. Voetbal. Ja, dat eigenlijk, als je zo'n hele wedstrijd bekijkt, wat een ongelooflijk vervelende sport het dan is. Dat wil zeggen, als je natuurlijk geen directe emotionele binding hebt met een van beide clubs. Of met een landenteam of zo. Veel mensen hebben dat, maar ik heb dat niet. En door een toevallige omstandigheid woonde ik nog eens een wedstrijd bij van PSV tegen Ajax in de Arena. En niet alleen was het winters, waardoor ik al na een eerste helft... Ik heb het vaak verteld over vooraan de eerste helft al onder de knie geen gevoel meer in de benen had. Maar wat mij vooral opviel natuurlijk, PSV won die wedstrijd met 1-0 of 2-0. Daar wil ik van afwezen. Dat de doelpunten heb ik niet gezien. Omdat ik geloof de eerste keer was ik bezig mijn veter vast te maken. Waardoor ik het niet zag. En de tweede keer keek ik naar een mail geloof ik. En het werd niet herhaald op die scherm. Ze hebben daar wel schermen, maar daar werd het niet op herhaald. Althans, toen niet. Maar wat mij van die wedstrijd verreweg het meeste is bijgebleven, is dat vrijwel alles wat die voetballers ondernemen, dat fout gaat. Dus ik schat dat 89% van de passes komt niet aan. Ze struikelen, zijn bezig elkaar af te tuigen. Nou ja, al die dingen die eigenlijk met het voetbal niet van doen hebben. Er was geen sprake van een snelle... prachtige wedstrijd met schitterende voorzetten. Nee, het was één groot gekluns, wat mij betreft. Misschien ben ik geen kenner, maar wat mij betreft was het niet veel zaaks. En daarom hang ik de theorie aan dat voetbal op zichzelf, iedereen is vrij om te voetballen als hij daar zin in heeft. En zeker die jongens die volstrekt overbetaald worden voor die activiteit, dan laat ik dat ook nog even erbij zeggen. Voetbal is eigenlijk alleen aardig als je het in samenvattingen ziet. Hè? Zo'n wedstrijd, als je dat in 7 minuten samenvat, zijn die voor niks 89% is niet om aan te zien. Nou ja, die laatste 11%, daar kun je net een hele leuke samenvatting van maken, want dat zijn net de paar passes die wel leuk waren. Hè? De enkele momenten dat ze iets creatiefs deden. Ja, maar dat is ook ruim voldoende. Ja, het is vermaak, hè, voor iedereen die op de tribune zit. Die denkt, heerlijk avondje, lekker brullen. Ja. Nou, dat was het, lekker brullen, maar god almachtig. Ja, ik zat er in, op zo'n lange kant zat ik. En daar aan de rechterkant, ik weet niet hoe dat heet, daar zat dat agressieve... De VIP-box zat jij in? Nee, waar had ik maar in de VIP-box gezeten, want daar was ik dus niet bevroren eruit gekomen. Ik heb toch ook wel eens verteld dat ik koffie wou in de pauze. En dat ik eindelijk bij dat klotenkarretje was. En dan, toen bleek je arena muntjes te moeten hebben, die ik natuurlijk niet had. Dat begrijp je ook wel. Maar je bereikt, dat is zo'n oplichtersdeal die ze vaak hebben bij dit soort van gelegenheden. Omdat heel veel mensen dan een heleboel van die muntjes nooit gebruiken. Kortom, ze hebben er wel voor betaald, maar die koffie die komt niet. Omdat ze er niet waren, vergeten waren, in hun zak hebben gehouden. Ik heb tijdenlang had ik een verzameling van die dingen die je dan in het theater zo kreeg. Waarbij je gratis kon drinken en zo. Nou, ja. Ik ben ze kwijtgeraakt. Dus dat kunnen mensen hebben, hoeven niet op te bellen, dat ze ook graag nog wat van die dingen hebben. Maar goed, maar resumerend kan ik wel zeggen, is dat voetbalspel, nogmaals, kijk, als je emotioneel erbij betrokken bent, het is jouw clubpie en ze hebben al 6 wedstrijden verloren en eindelijk winnen ze er een, dan begrijp ik best dat je opgewonden bent. Maar er is geen enkele voetbalclub waarmee ik enige emotionele binding heb. Behalve misschien Wageningen van weleer, maar dat was zoals je weet de eerste eredivisieclub die failliet ging. Misschien ook wel begrijpelijk in allerlei opzichten, maar daar had ik eigenlijk ook geen bindingen mee. Dus aan mijn kant niet veel schelen en dan moet het spel wel verrekt goed zijn. Ben je bereid om 90 minuten te kijken? Ik geloof ook dat er uit onderzoek blijkt dat ze maar 60 minuten echt voetballen. De andere 30 minuten zijn ze aan het klooien en aan het rotzooien. Tijd rekken en alles wat voetballers al zo doen als ze niet aan het voetballen zijn. Ja, hoorcolleges duren ook vaak 90 minuten, toch? Ja, zeker.
En ik maak ook heel vaak mijn veters vast. Ik heb ook allerlei stille momentjes, zeker. Zeker, maar voor mijn hoorcolleges wordt veel minder geld gevraagd dan voor voetbalwedstrijden. Wat kost een kaartje eigenlijk met voetbal? Ik heb geen idee. Ik heb ook, dat varieert enorm. Soms zie ik dat staan dat €15 kosten, soms kost het 20. Ik heb geen flauw idee. Ik weet ook niet wat een kaartje voor een voetbalwedstrijd kost. Dat weet ik in feite ook niet. Ik kan er natuurlijk wel tenslotte aan toevoegen dat ik beduidend minder word betaald dan zelfs de minste speler van de Nederlandse Eredivisie. Ja. Ja, ik heb wel eens gehoord, die gaan dan gekke dingen doen. Hè? Want die krijgen dan ineens een interieuradviseur. Of iemand die hun uiterlijk helemaal gaat aanpassen. Ja, je weet dat ze ook altijd een idiote auto kopen die ze dan vervolgens in de park rijden. Ja. Ja, dat zou ze ook, maar ja, het zijn natuurlijk, je begrijpt wel waarom. Het zijn vaak jongens van 19, 20, 21. Je weet dat mannen op die leeftijd nog in feite nog in de kleuterfase zitten. Dus die... Ja, die doen gekke dingen als ze plotseling, weet ik, een ton en zo niet miljoenen per jaar gaan verdienen. Ja. Wat doe jij, hoe kwam jij eigenlijk in dat stadion terecht? Ja, dat kwam omdat het bedrijf van mijn echtgenote, die sponsorde geloof ik daar iets. Oh, okay. Of het was net omgekeerd, dat moet je me niet vragen. Het was maar... niet Theo van Gogh die zei, hey, ga een keer mee. Nee. Ik weet niet, bij mij weet dat Theo niks met voetballen. Echt helemaal 0,0. Nee. Nee, ik ben altijd op uitnodiging van andere mensen meegeweest naar voetbalwedstrijden. Omdat ik natuurlijk uit mezelf is er geen enkele impuls die zegt van oh, laten we eens lekker naar een voetbalwedstrijd gaan. Ik moet er niet aan denken. Mijn praktische ervaringen met een voetbalwedstrijd waar ik door anderen voor uitgenodigd was. Die zijn zonder uitzondering zeer negatief. Ja. Hey, Duitsland heeft een coalitie. Hebben ze snel gedaan? Ja, dat hebben ze snel gedaan. En ze hebben grootse beloftes hebben ze gedaan. Ze werd al in de pers al enigszins neerbuigend geschreven dat ze meer beloofden dan ze waar konden maken. Ik zou zeggen, laten we het eens afwachten. Maar laten we ze vooral feliciteren met het feit dat onze coalitie nog by far niet klaar is. Precies, want september, welke eerste weekend van september waren de verkiezingen? Ja, nou is het in Duitsland is er een soort parlementaire limiet op. Ze mogen niet langer formeren dan een x-aantal dagen. Ik weet niet hoeveel, maar goed. Maar dit ging hartstikke vlot. Maar dat was eigenlijk vanaf het allereerste moment was er goed nieuws. Hè. Dit is de Ampelcoalitie, de stoplichtcoalitie. Vanaf het eerste moment waren er goede berichten dat ze wel opschoten. Nou ja, bij al dit soort van gelegenheden is het vrij simpel. Ja. Als je bereid bent elkaar wat te gunnen, dan wil het wel lukken. Ja. En als je eigenlijk diep in je hart diep de pest hebt aan al die andere partijen en vindt dat jij alleen maar gelijk hebt, dan is het heel lastig. Ja, ze maakt ook een gedegen indruk bij de presentatie. Hè? Ja, nou ja, die Scholz, dat, wat je verder van die Scholz mogen denken, maar dat is een gedegen type. Precies. Ja. Ik denk sterker nog dat zijn hele electorale succes aan zijn gedegenheid te wijten was. Ja. Zijn tegenstander was ook niet sterk natuurlijk. Die mevrouw was eerst eigenlijk de kampioen van de campagne, maar die raakte in de problemen met plagiaatkwesties en dat ze haar cv had opgepoetst. Dat is ook een klassieke fout in de politiek, het oppoetsen van het cv. Denk aan al die Nederlanders die in de politiek terecht waren gekomen. En dan hoe werkt dat dan? Zichzelf als dokter Anders hadden geafficheerd, maar geen dokter Anders bleken te zijn. Dat kun je toch niet doen? Ja, dat kan heel goed natuurlijk. Ja, Stef, ik heb geen idee of jij dokter Anders bent, ja of nee. Helemaal niet. Nou, jij bent geen dokter Anders, maar het zou kunnen dat je hoger op wil en denkt van, nou weet je wat, ik maak mezelf dokter Anders. Ja, die kans dat iemand het gaat checken, die is betrekkelijk klein. Maar juist bij politici bestaat de neiging om eens even te checken. Je hoeft alleen maar de universiteit op te bellen en te vragen, niet waar, of Tom Jessen of die ooit zijn doctoraal kandidaat, BA, MA, weet ik veel, heeft gedaan. Dat wordt keurig opgeschreven. Dus ja, dat is niet openbaar. Volgens mij is dat gewoon openbaar. Elke journalist kan die registers raadplegen. Ja. Dus ja, we hebben hier meerdere mensen gehad in de Nederlandse politiek die hun cv opgepoetst hadden. Of bijvoorbeeld iets hadden weggelaten uit hun cv. Hè. Die mevrouw met Bouters, als ik het me goed herinner. Nee, dat is heel suf is dat. En nog afgezien van het feit dat het een ontzettend suf is om iets te schrijven wat je gedeeltelijk bij iemand anders hebt overgeschreven. Wat dat betreft zou ik zeggen, iedereen die een boekje schrijft, van welke aard dan ook, waarvoor die andere boeken heeft gelezen, die doet er verstandig aan om een lijstje bij te voegen van de boeken die hij heeft gelezen. Hij kan zelfs bij verschillende boeken zeggen dat hij daar veel aan gehad heeft. Dan zit je altijd goed.
Maar ja, dat doen mensen dan niet, of ze vergeten het, of dat, dat weet ik ook niet precies. En ja, dan hang je als je in de publiciteit treedt. En dat is het probleem met politici. Het zijn meestal heel normale mensen die een betrekkelijk anoniem leven hebben geleid. En dan vallen ze omhoog in de politiek. En dan word je dus in een plotseling, nou, net als die mevrouw die Baerbock in Duitsland. Plotseling zijn er tientallen mensen, vaak redelijk goede researchers, die denken dat gaan we eens even haar fijn uitzoeken. Zoals je in Amerika hebt, dus elke politieke kandidaat heeft ook een aantal mensen in dienst voor de oppo, voor de opposition, om uit te zoeken of ze ooit een zak drop hebben gestolen, of dat ze hun vriendin op een lullige wijze in de steek hebben gelaten, of een hond de schop hebben gegeven. Nou ja, je hele doopzeel wordt gelicht in de hoop dat er iets bij is waarmee ze je kunnen beschadigen. Maar waarom is dat? Het zijn toch ook gewoon mensen? Dat zijn gewoon mensen. Maar het is hartstikke fijn om je politieke tegenstanders, dat zijn ook heel gewone mensen, om die zoveel mogelijk te beschadigen. Daar begrijp je wel. Ja. Hartstikke handig. Ja. En wel een nederlaag voor CDU, CSU, hè? Ja, dat is toch helemaal niet erg. Die lui zijn 16 jaar aan de macht geweest. Ik zou zeggen, dat is niet zo'n groot probleem. Nee, Merkel hoopte nog dat ze de nieuwjaarstoespraak kon doen, maar ik denk dat niet meer gebeurt. Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat als ze dat per se wilde, kan ze heus wel ergens een nieuwjaarstoespraak. Ja, maar niet als de kanselier meer. Nee, dat niet. Maar ze heeft zoveel gezag dat ze dat ook zonder het kanselierschap kan ze dat rustig doen. Ja. Ik bedoel, ze heeft ondertussen natuurlijk een enorm gewicht verzameld in de politiek. Ja. Wat zou je voor haar nog een passende functie vinden nu? Of moet je zeggen, doe maar lekker niks meer. Ga lekker... Ik zou haar adviseren na 16 jaar bondskanselierschap, wat natuurlijk slopende jaren zijn geweest zonder meer. Al schijnt ze een uniek uithoudingsvermogen te hebben en eigenlijk nooit slaap te hebben. En vandaar dat ze de hele nacht erdoor kon trekken in Brussel, waarbij de mannen dan in slaap vielen. Ik zou zeggen, doe eerst eens 2 jaar absoluut helemaal geen ene reet. Ga wandelen met die echtgenoot van je. Ze zit dol op wandelen naar het schijnt. Dus ik zou zeggen, hup. Nee, zij heeft zich natuurlijk zo immens en omvangrijk bewezen dat je nou niet direct, laten we zeggen, bij een boodschappendienst moet gaan werken. Lijkt mij. Is nog een vrij indrukwekkende carrière natuurlijk. Ja. Ook uit het niets. En ja, zonder natuurlijk de wende en de verwarring die daarmee samenging, had zij natuurlijk die carrière nooit kunnen maken. Maar feit is dat toen ze eenmaal op de juiste plek terecht kwam en immens politiek talent bleek te zijn. Ja. Want ik verzeker je dat je een immens politiek talent bent als je 16 jaar overleeft onder deze omstandigheden. Okay. Dus Rutte heeft ook talent? Ja, Rutte is zonder meer een overlever. Dat Rutte de toeslagaffaire heeft overleefd is een kunststukje eerste klas. Maar zoals je weet had ik liever gezien dat hij zijn verantwoordelijkheid had genomen. Ja. Ja. Het is een buitengewoon pijnlijke, nog eindeloos voortetterende affaire die simpelweg onder verantwoordelijkheid van Rutte heeft plaatsgevonden en mede onder zijn leiding heeft plaatsgevonden. En nou ja, allerlei lui hebben hun verantwoordelijkheid wel genomen of moeten nemen, maar Rutte die is fluitend de andere kant op gefietst. Nee, de Nederlandse overheid is in de afgelopen jaren meerdere malen schromelijk tekortgeschoten. En dat is uiteindelijk is dat te wijten aan beleid. Hmm. En dat beleid moet anders. Goed, dat ziet ernaar uit dat een lichte kentering zich wel gaat voordoen. Maar ik vind niet dat Rutte de man is die verantwoordelijk had moeten zijn voor die lichte kentering. Nee. Maar goed, in Duitsland goede zaken daar gedaan. Dat gaat allemaal lekker. Dat ja, en laten we wel wezen, Duitsland is aanzienlijk groter en belangrijker dan wij zijn. Dus wat dat betreft kunnen we extra rustig slapen. Al moet ik zeggen dat vanochtend het warme water nog niet functioneerde bij mij thuis. Dus dat viel me niet mee, zeg. Hoe doe je dat dan? Koud water. Kun je niet iets koken of zo in een pannetje? Koud wassen, dat is geen genoegen. Er zijn mensen die zeggen dat is heel gezond. Ja, ik weet van allerlei dingen die hartstikke gezond zijn, maar daar heb ik helemaal niks mee. Ik heb al eens eerder uitgelegd dat ik ben zo oud dat ik moet het niet te gek maken. Ik drink niet, ik rook niet. Dan mag je toch best. Ik heb er net een hele massa pepernoten naar binnen zitten werken. Oh, dat had ik ook. Ik had ook hier, kijk, ik had zo'n zakje dat zat hierin. Zo'n frietzak. Oh ja, pepernoten. En daar zaten pepernoten in. Ja, een dolle lekker. Pepernoot. Ja, zo, even een beetje het raampje open. Zo. Dan is
gaat dat schermpje zakt weer weg. Ja. Volkomen overbodige dingen, maar goed. Er was een man die zei van, naar aanleiding van de 15% moeten we misschien eens in het hoofd kijken van de Forum voor Democratie stemmers. En die heeft in het praatgroepje wat gekoppeld is aan deze podcast, heeft hij uit een, er zijn op de telefoon zijn er allemaal groepjes, hè, van Forum liefhebbers. Oh ja? Ja. Zijn het liefhebbers vanuit het perspectief van het is interessant variété? Of zijn het liefhebbers van de unieke gedachte van de voorman van Forum? Nou, ik denk het is met name dat laatste. En, oh. Dit is, je kent op WhatsApp wel die groepen, toch? Waar mensen met elkaar kunnen kletsen. Daar zit ja, je ook in. Ja, zeker. We hebben een straatgroep, hè, zoals ik volgens mij alles verteld heb. Ja, en er is dus op Telegram, dat is een soort van WhatsApp, maar dan van de Russen. Ja. Is er dus een praatgroep over deze podcast. Maar er zijn dus ook praatgroepen over Forum voor Democratie. En er is dus een man die heeft daar eens in gekeken en die deelt dus in de. Och, neem me niet kwalijk. Die deelt dus in de Van Rossum groep, deelt hij wat er dus rondgestuurd wordt. Ja. En stuurt hij, weet je wat het is? Haast alle mensen, kinderen, als die allemaal gevaccineerd zijn, dan staat de toekomst van de mensheid op het spel, zegt dus zo'n Forum voor Democratie type. Als ze allemaal gevaccineerd zijn. Ja, want we hebben nu al heel veel miskramen, onvruchtbaarheidsklachten enzovoort. Wat als je bloed toegediend moet krijgen als ongevaccineerde van een gevaccineerde? Dan is het balletje rond. Ja, ik begrijp het, ja. En een uniek warhoofd. Ja, dat zal ik al anders zeggen. Ik heb het al gezegd, het is. Het is een partij die altijd beklaar staat voor opmerkelijk variété-theater van een zo grote waanzin dat je altijd verbaasd bent wat ze bij elkaar bedacht hebben. Het is echt een unieke partij in dat opzicht. Ja, het is geen politieke partij natuurlijk, het is in feite een soort cabaretgroep. Ik denk dat je het veel beter zo kunt zien. Ja. Ja, oké, dus dit verbaast je niet, dit soort gedachten? Nee, totaal niks. Voor mij. Sowieso ben ik over niets verbaasd wat van het internet komt of wat van onze fijne, heerlijke, nieuwe rechtse partijtjes afkomstig is, niets. Ja. Het is een wereld van zo complete gekkigheid dat je altijd weer verbaasd bent dat ze dat allemaal bedacht hebben. Andere reactie was, iemand die heeft dit weekend zitten tellen, die heeft dus alle zetelaantallen van de rechtse partijen opgeteld, ja. Exclusief de VVD. Maar wel Geert zijn partij, Forum voor Democratie, ja 21. En die zegt, dan kom ik toch, als ik dat zo optel, kom ik zo rond de 40 zetels uit. En die vroeg zich af, moet die 15% niet opgehoogd worden? Nee, je komt toch niet op 40 zetels uit. Je komt onder de 20% van, het is bijna 20% deze keer van het electoraat. Nou ja, reken maar even uit. Dus dan zit je op 20%, een vijfde deel van het aantal kamerzetels, dat is 30 zetels. Maar als je hoe die op die 40 komt, dat weet ik niet. Misschien heeft hij de SGP meegerekend of zo. Dat kan ik me voorstellen, maar de SGP is, hoe gek je ook de beginselen van de SGP mogen noemen, hoort niet tot de onverantwoordelijke geestelijk gestoorde vleugel van het Nederlandse electoraat. Nee. Van de Nederlandse politieke partijen. Ja. Wat vind je van die nieuwe Zuid-Afrika variant? Ja, dat valt te verwachten. Dit is de zoveelste nieuwe variant. Zolang er grote infectiehaarden zijn wereldwijd, zullen ze er steeds nieuwe varianten voordoen. Want dat is des virussen. Namelijk dat ze in staat zijn om heel snel zich genetisch te veranderen. Dus je hebt, we hebben nu de Delta variant. Die kwam, als ik het me goed herinner, uit India. En daarvoor hadden we de Engelse variant. Dus ook ongelukkigerwijs zijn ze steeds besmettelijker naarmate ze, niet waar, ze genetisch aanpassen aan de omstandigheden. Dus ja, daar zitten we mee. Als we nou iets kunnen concluderen over COVID, is dat we steeds denken, nou, nu is het wel zo'n beetje klaar. Denk aan de liberalisering van afgelopen september. Iedereen haalt opgelucht adem, de theaters gaan open, de bioscopen gaan open. En in no time, het wordt wat kouder en in no time is het weer volkomen mis. En bleek dat het dus ja, eigenlijk overal besmettingen te zijn. Veel begreep ik van kinderen, niet gevaccineerde kinderen, die het wel kunnen krijgen, die dan ook natuurlijk weer aan ouders kunnen besmetten. En dan hebben we natuurlijk de grote brede groep van gevaccineerden. Die zal natuurlijk een beetje van de domme houden, maar ja, die spelen ook een belangrijke rol. Ten meer natuurlijk omdat ze veel vatbaarder zijn. Ze zijn makkelijker besmetbaar. Dat is punt 1. Punt 2, als ze het krijgen, is de kans dat ze heel erg ziek worden natuurlijk groot, want ze zijn niet gevaccineerd. Dus naar verhouding, niet waar, komen ze massaal terecht op in het ziekenhuis en op eventuele IC's. Wat overigens de
vaccinweigeraars, hoe die reageren als ze het krijgen en op de IC liggen, dan zou ik wel eens iets over willen horen. Of ze dan nog zeggen, ja dokter, het is een griepje, maar deze keer wel een heel erg ernstig griepje, waardoor ik 2 weken op in coma op mijn buik moet liggen. Maar ja, dat vraag je toch werkelijk in gemoeden af. Dan zeggen zij natuurlijk, ja, maar er liggen ook allerlei mensen die wel gevaccineerd zijn en toch hebben gekregen. Dat is waar. Maar het verschil in aantal is natuurlijk relatief heel groot. Dat we zeggen, zeg maar, ergens tussen de 10% en 15% is niet gevaccineerd. Wil niet gevaccineerd worden. En 85% is wel gevaccineerd. En ja, van die kinderen, dat is ook een probleem. Al ben ik ervoor dat de scholen open blijven. Maar de niet gevaccineerden moeten zich toch nog eens achter de oren krabben. Nogmaals, zij zijn veel sneller besmet. Zij geven het makkelijker door, ook aan mensen die al wel gevaccineerd zijn. En als ze ziek worden, worden ze goed ziek. Nu is het zo dat die mensen die... Mag ik ook nog even attenderen op het feit dat de media mij van verschillende kanten geïnformeerd hebben dat Baudet in het huwelijk is getreden. Je begrijpt dat ik diep meelijd koester met zijn partner, dat begrijp je ook wel. Maar waarom moet ik dat weten? Wat is de nieuwswaarde van het feit dat Baudet in het huwelijk is getreden? Het interesseert me geen reet, maar ik heb het op als ik even mijn computer aanzet, op 3 verschillende plekken gelezen dat hij getrouwd is. Nou, er zijn heel veel dames die hem heel aantrekkelijk vinden. Oh ja? Ik heb mijn hele leven gedacht dat vrouwen op het punt van mannen een ongelooflijk slechte smaak hebben. Of althans de meeste vrouwen. En dat, daar blijf ik tot de dag van vandaag blijf ik daarbij. Hoe baseer je dat dan? Of waar nou, dat begon natuurlijk al met de meisjes op mijn middelbare school. Die intelligente jongens zagen ze niet staan. Maar oh wee, als je hockeyen kon en je had zo'n primatenloop over je. Dat is gewoon puur de... Dat is pure bavianen-evolutie die daar werkt. Hè? Vrouwen zien niet iemand die de Nobelprijs krijgt. Vrouwen zien iemand die, ja, die spieren heeft en die beweegt als een topaap. Dat is het eigenlijk. Het is niet anders. Vrouwen zijn altijd gefascineerd door praatjesmakers. Mensen met blitse auto's. Nou, gaan ze maar doen. En frustreert je dat? Nou, nu niet meer, nee, maar... De middelbare school vond ik het wel erg onrechtvaardig, ja. Ja. Ik was werkelijk ongelooflijk verbaasd dat ik nog een hele leuke en aardige vriendin wist te krijgen. Ja. Daar keek ik van op, kan ik je wel zeggen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook dames, die interesseert dat niks. Het is dus niet zo dat bij elke dame zo is. Ja, dat kan wel zijn, maar toch althans in mijn herinnering, in mijn jeugdige jaren, liep ik met deze frustratie rond. Ja, ik herken het wel. Je had altijd de populaire types. De populaire jongens. Ja. Iedereen weet wie de populaire jongens zijn. Ja, spelen of in een bandje, of ze kunnen hockeyen. Ja, ik zwijg nog van de types die en in een bandje spelen en kunnen hockeyen. Ja, nieuwste kleren altijd, goed, altijd naar de kapper, fris, gespierd inderdaad. Ja, dat weet ik niet. Dus ook dat die kapper en zo, dat kan ik me niet herinneren. Maar in mijn jeugd en in mijn jeugdige volwassenheid had ik dit idee. Ja. Dat is natuurlijk deels een vooroordeel, dat begrijp ik ook wel. Ik was zelf ook niet de allerhandigst op dit terrein. Ik was niet iemand die niet waar vlot, motorisch vlot ook was, dus oké. Okay. Denk je dat die dames daar, als ze wat ouder zijn, anders over denken? Of blijft... Ongetwijfeld, ja. Ja? Ja, als ze vlot getrouwd zijn met zo'n bink. Met zo'n aap? Dan zitten ze al gauw 20 jaar later. Zitten ze weer alleen thuis natuurlijk, omdat Bink ondertussen met zijn secretaresse het hazenpad heeft gekozen. Ja. Dat is des Binks om het met de secretaresse te doen. Dus dat is geen goed nieuws voor die echtgenote van Baudet? Ik heb geen idee, maar natuurlijk, ik weet niet of die zich ten opzichte van die echtgenote gedraagt als een min of meer verstandig mens. Of natuurlijk, zeer wel mogelijk, zij is verliefd geworden op een van de meest briljante halfgaren van Nederland. Ik bedoel dan briljant in het halfgaar zijn. Ja. Hè? Ik heb er volgens mij, als het meisje is wat ik voor ogen heb, is dat wel een leuke dame. Dan denk je wel, nou. Ik heb geen idee en ik laat mij ook foto's van het gelukkige paar bespaard blijven. Waarom moet ik dat weten? Wat kan mij het in godsnaam schelen? Of die man getrouwd is, of gescheiden, of 7 kinderen heeft, of weet ik veel wat. Ja, dat is het persoonlijke aspect. Ik heb altijd meelijden met zijn moeder. Dat is alles wat ik ervan zeggen kan. Ja.
Ja, ja, Baudet. Eventjes denken, we hadden nog, ik zal nog even een paar, er waren nog een paar reacties die hier ook over gingen. Overigens heel veel mensen die het over de strips ook hebben gehad. En die zeiden, er komen heel veel reacties komen er natuurlijk van mensen die zeggen van, heeft Maarten deze strip ook gelezen? Ik zal eventjes even kijken. Dick Trom. Ja, Dick Trom, dat heb ik allemaal gelezen, zeker. Heb je ook gelezen, oké. Okay. Ja, het is een merkwaardige jongen en dat is het. Ja, want er waren dus een paar mensen die zeiden ook van, die misten wat dingetjes. Oh ja, dan hebben we deze meneer, die zegt, hallo Maarten en Tom, dit is Jim Jansen uit Sittard. Ik luister al een aantal weken bijna elke dag naar de podcast sinds ik het ontdekt heb. En ik vind het enorm interessant om naar te luisteren. Zou Maarten kunnen praten over de kerstvrede van 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog met vriendelijke groet? Ik spreek het niet in, want ik stotter heel erg. Ik ben trouwens 23 en waarschijnlijk een van de weinige luisteraars van de podcast die nog jong is. Nou, dat is overigens niet zo. We hebben heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden ik ben 20 of jonger. Ah, ja, alle leeftijden bij wijze van spreken. Ik heb geen idee. Iedereen is van harte welkom. Ja, het kan ook zijn dat voorlijke jongetjes van 4 dat die ook graag luisteren, toch? Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. We hebben een keer een piloot gehad. Heb ik dat niet laten horen? Die piloot die de wereld rondvloog en die dan met zijn zoontje samen luisterde. Niet in dat vliegtuig, maar hij en zijn zoontje, hij was piloot en zijn zoontje waren fan van de podcast, hoorde ik. Zal eens kijken of ik dat nog kan zien. Heel goed, ja. Ja, wat zal ik zeggen met de kerstvrede van 1914? Dat is een ongelooflijk pijnlijk, aandoenlijk moment. Waaruit blijkt, niet waar, dat mensen soms geheel naar Rutger Bregman gedacht het goede voor hebben met andere mensen. Deugen. Maar dan loopt het al heel snel, loopt het toch weer helemaal verkeerd. Want zo is het ook na de kerstvrede van 1914 weer helemaal verkeerd gelopen. Ja, leg even uit dat mensen die dat niet weten waar het over gaat. Nou ja, in 1914 was natuurlijk was de Eerste Wereldoorlog begonnen. En had zich een front gevormd in Noord-Frankrijk, wat eigenlijk gedurende de hele oorlog zo'n beetje op dezelfde plek heeft gelegen, met wat kleine variaties. En ten tijde van de kerstviering gingen mensen kerstliedjes zingen, of misschien hadden ze een kerstboompje opgezet. En dat heeft op dat moment en werd opgepikt aan de overkant van het front. En dat heeft op dat moment geleid tot een aandoenlijke verbroedering van de geallieerde Fransen, Engelsen en de Duitsers aan de andere kant. En dat heeft bij mijn herinnering een paar dagen geduurd. En ja, daarna hebben ze nog 3 jaar lang alles op alles gezet om elkaar uit te moorden. Dat had het te maken met dat het kerst was en dat ze dachten nu even niet. Ja, die hadden natuurlijk vrede op aarde, hè. Heel even hadden ze naar de Heer Jezus geluisterd, maar je weet hoe dat met christenen is. Ze zijn altijd bereid om gedurende enkele dagen per jaar naar de Heer Jezus te luisteren. Voor de rest denken ze, de Heer Jezus kan met de pot op. Zo denken ze dat niet, maar ik bedoel, ze zijn dan toch vaak tijdelijk vergeten wat de Heer Jezus al zo beweerd heeft. Ja. Dat kun je nu niet meer voorstellen, dat toch? Dat is het probleem met veel christenen natuurlijk, dat je een godsdienst aanhangt die in feite hoge eisen stelt, waaraan je verdomd lastig kunt voldoen. Ja, even luisteren wie dit is. Beste meneer Van Rossum, het gaat nu over strips bij jullie en ik vroeg me af wat u als geschiedkundige vindt van de strips van nul tot nu. Voor mij het is een van mijn favoriete stripalbums. Het gaat over de geschiedenis van Nederland, getekend door Co Loeracker en geschreven door Tom Roep. En vroeg me af of u ze kent en of u daar iets over kan zeggen. Fijne dag. Ja, ik heb die strip wel eens gezien. Ja, ik geloof dat ik daar wel. Het lijkt me als het mensen introduceert tot, laten we zeggen, beschouwing over het vaderlands verleden, vind ik het allemaal prima. Wat ik me ervan herinner, leek het mij niet erg diep te steken op het punt van historische kennis. Maar nogmaals, ik vind alles best als het een introductie is op een wat ruimere belangstelling voor het verleden. Zwart kijken van Francois. Wordt nog genoemd. Zwart kijken? Ja, ken je die? Dat ziet er zo uit. Nee, dat ken ik helemaal niet. Van Francois notabene. Ja, een fantastische tekenaar. Ja, der Guus Vlater, dat is. Heb ik nog aan mijn kinderen voorgelezen. Ik vond het ook erg geestig. Vooral die vriendin van Guus Vlater. Wat was daarmee? Ja, die zonderlinge verpleegster is het, geloof ik. Oké. Okay. Erg geestig allemaal. Beste Maarten en Tom, podcast over de jeugdstriphelden. Kent Maarten ook de strips van Douwe Dabberts? Ik ben zelf van gehoord, maar die ken ik eigenlijk niet, nee. Oké, ik zei mij ook niks. Douwe Dabbert lijkt op een plaatje zien we in ieder geval ook een kabouterachtig type.
Oh ja, een soort van kerstman met een groene jas aan. Oké. Okay. Ja, ik zie het. Het probleem met strips is in hoge mate. Ik hoop dat ik dacht dat ik dat wel een beetje duidelijk had gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor de hele jeugdlectuur. Dat dat heel sterk door tijd en situatie bepaald is. Dus iemand als ik, die geboren is in 43, die... Nou ja, wanneer heb ik leren lezen? Toen ik een jaar of 6, 7 was. Dan zijn het de verhalen van die tijd, die in die tijd populair waren. Die je door je ouders hebt voorgelezen gekregen natuurlijk. En ook de strips van, ja, wat zijn voor mij de strips zo... Dat speelt tussen 1950 en denk 1957, toen ik veel serieuzer langzaam begon te lezen. Want toen was ik 16, 17. Toen ben ik ook wel her en der aan de Nederlandse literatuur begonnen. Dus dat is die fase. En dat betekent dat ik van de strips van de jaren 60, ja, daar heb ik eigenlijk weinig kaas van gegeten. Af en toe zag je die wel, maar toen heb ik... Ik ben weer naar die strips gaan kijken toen mijn eigen zoon strips ging lezen. En dat, ik had je nog dat gezegd over die Nederlandse strip met dat meisje. Ja. Die heet Franka, heet dat meisje. Ah. Dat is tip-top getekend. Die man die verdient een prijsje. Kijk. Volgens mij wordt daar nog regelmatig ook een album geproduceerd. En ja, Kuifje is natuurlijk, Kuifje is universeel en van alle tijden. Het interesseert me geen reet.